aan de slijf. Het acrylfabriet. Ja, het is nog een smerige boel met hier allemaal mooie pigmenten uit mooie potjes. Wat in de vorige video uiteindelijk dit werd met een doek waar ik alles af heb geschraapt. Maar dat laat ik nu gewoon even drogen. En ik had ook iets anders gekocht. Een spons. Om met een spons effecten te maken. Ja, ik zit gewoon weer even in een testfase. Maar is het nu al het risico om dit nu te gaan hierop te gaan oefenen? Ja, dat denk ik van wel. Oh, stom. En hier kan je ook met pizza. Nou, genoeg ideeën en plannen. We gaan vandaag de spons en we gaan gewoon dippen. Even denken. Zal ik dan dit als basiskleur nemen van de vorige video? Nee, dit gaat in een ander bakje. Oh. Ik heb te weinig ruimte hier, merk ik. Ik moet een grotere ruimte hebben. En handschoenen. Oké, dit wordt natuurlijk sowieso voor mij een uitdaging. Want, kijk, daar gaan we al. Ik kan hier moeilijk het verf uitdingen. Nou ja, de rand is al vies, dus die moet ik al schilderen. Maar oké. Dus, we gaan hem gewoon voorzien van een witte laag verf. En dan ga ik die pigmenten erin leggen. Alleen dan zonder gel-activator. Al heb ik ooit een klein flesje gekocht. Het heet Cell Creator. Maar of dat nou hetzelfde is, dat weet ik dus niet. Maar ja, dan doe ik daar gewoon een beetje van op. En dan zullen we het wel zien. Nou ja, de rand is al meegenomen. Ja, ik heb hem even snel gepakt, maar misschien had ik hem eerst even moeten afplakken. Oeps. Oh, kijk, dit wilde ik dus niet. Ik wilde niet dat het er overheen kwam. Nou ja. Dat maken we, als hij klaar is, kan ik dat natuurlijk altijd nog gewoon wit schilderen. Nou ja, er zit dus een laag witte verf in en op en rond en overal. En er zit een dingetje in. Hop. Dat is omdat je het met vloedrol mengt, dan kan je altijd een dingetje hebben. En ik heb het dus niet 24 uur van tevoren gemengd. Dus er zitten een hoop luchtbelletjes in. En ik ben het nu ook lekker aan het bewegen, dus er komen nog meer luchtbelletjes in. Nou, dan gaan we dus nu deze Cell Creator heet het. Geen idee, dat heb ik ooit gekocht. Toen begreep ik niet waarom. Volgens mij heb ik het ooit één keer gebruikt, maar I don't know. Oké, we gaan weer een beetje pigmenten doen. En dan gaan we dus stempelen. Zijkanten zijn elke keer wel heel mooi hoor, door die poeders. Oh, en wat glinstert het zo. Zo jammer van de vorige video. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Laten we daarop houden. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Van nou ja, dan doe je toch even dit en dat en dan doe je het toch even. Ja, zo werkt het dus niet. Dit was die gele. En waarom staat die toch scheef? Terwijl ik voor mijn idee staat het recht. Deze is zo mooi, deze geel. En dan nog de roze. En dan gaan we stempelen maar. Oh, twijfel ik nu of ik wel moet gaan stempelen. Als ik heel eerlijk ben, moet ik nu wel gaan stempelen? Of kan ik toch niet
beter de föhn weer gebruiken voor de 100ste en zoveelste keer. Nou twijfel ik. Oh, nou twijfel ik. Zo verschrikkelijk. Oké, we gaan eerst die Cell Creator, die je dus kant-en-klaar koopt, erop doen. Oké, die heb ik er nou op. Echt geen idee wat dat doet. En voorzichtig met jaren, Liana, want jaren zijn los. En dan gaan we maar blazen. Kijken of het wat doet. Ja, hij doet wat. Hij doet wat. Hij doet wat. Hij doet heel veel wat. Dit is... Kijk daar. Hoe moet ik dit nou doen? Hoe gaan we dit nu doen? Zeg maar, het is wel heel klein, maar hij doet het wel. Wat moet ik hier nou mee doen? Kijk hier, ik weet. Kijk eens, hier. Hier doet hij wat. Ik weet nou niet wat ik moet doen. Ja, kijk, hier kan ik zo van genieten van dit. Dan gaat het toch meer op elkaar lijken. Oh, even die kant op. Nou ben ik weer. Oh, er zit alleen zoveel luchtbellen in dat wit ook. Oh shit. Wauw.
Wauw. Wauw, 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 wauw. 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 Kut. Wauw. Wauw. En dan nu mijn kaart erbij. Deze, ik had de kleuren vanmorgen al gemengd en toen kreeg ik een meditatie en na de meditatie kreeg ik deze kaart. En de video hiervoor, ik weet niet eens of ik hem laat zien, is ging ik oefenen, maar nu dit. Ik heb helemaal kippenvel. Wauw. Ik ga hem plat leggen, niet hierop, anders is hij weer scheef. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie alleen nog allemaal grote luchtbelletjes. En dat worden gaatjes. En dat willen we niet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze voor mij hele bijzondere video. En nou, kom op. En tot de volgende videovlog. Bedankt voor het kijken. Doei. Ik ben echt helemaal. Ja, dat. Wauw, ik moet die randen natuurlijk nog mooi maken. Maar kijk, die pigmenten blijven dus eigenlijk net als met acrylverf gewoon doorlopen. Zie je? En maar doorwerken. Nou, ik hoop niet dat het te veel gaatjes loopt. Ach, die glitters. Wauw. Ja, hele aparte ervaring, maar zo blij mee en zo mooi. Wauw.